Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag gaan we het, net als vorige week, weer even lekker anders doen. Ik ga allemaal vragen van jullie beantwoorden. De eerste vraag waar ik op in wil gaan is, wat is de beste voeding voor een hond? Een hond is een omnivoor, oftewel een alleseter. Dat betekent dus ook in de natuur dat ze letterlijk alles eten. Nou, dat zie je ook wel aan een hond. Ze drinken uit de sloot, ze vreten bessen van de bosjes af. Komen ze een dode vis of een dood ander dier tegen, dan vinden ze dat ook wel lekker. Ook opvallend is dat de oudste honden, ooit gedocumenteerd, is een border collie uit Engeland. En die heeft zijn hele leven veganistisch gegeten. En wat ook opvallend is om te zeggen, is dat alle vleeseters in de natuur, alle carnivoren, dat zijn de kortst levende dieren. En alle planteneters in de natuur zijn de langst levende dieren. En dat is, misschien als je dus dan een omnivoor bent, zoals een hond, is het misschien slim om meer richting die planten te gaan eten, om de kwaliteit, maar ook de kwantiteit van je leven iets wat te verlengen. Toen ik 15 was, was mijn vader zo slim om mij een hond cadeau te geven. Dat wilde ik al heel lang en heel graag, een eigen hond. Ik schaam me wel een beetje voor dat we één voor een rashond altijd hebben gekozen. En twee, wij gingen daar ook nog mee naar de hondenshow. En niet om een beetje te kijken, maar natuurlijk om te winnen. Dus wij waren ook altijd jaren bezig voordat we pas die reu met dat mannetje met dat vrouwtje, als die dan met elkaar kruiste, dan wilden we daar per se het beste puppy van uit het nest om weer wedstrijden te kunnen winnen. Afijn, op een gegeven moment had ik inderdaad na lang wikken wegen alle bloedlijnen uitzoeken, kozen wij voor Rufa. En inderdaad, met Rufa ben ik naar de hondenshows geweest, heel veel prijzen gewonnen. Op een goed moment kregen wij dus ook de wens om twee keer om een nestje bij haar te fokken. Dus om zelf een reu uit te kiezen en een nestje jonge honden voor te brengen. Maar de vader van Rufa, Boorte, ook onze hond, dat was een reu die heel geliefd was. Ook heel veel prijzen heeft gewonnen en daardoor heel veel nakomelingen heeft veroorzaakt, wil ik zeggen. En waarom is dat relevant voor dit verhaal? Nou, omdat wij te maken hebben met een heel klein ras en bijna iedere lijn, daar zat wel Boorte in, konden wij maar een paar reuën kiezen om waar Rufa door gedekt kon worden. En wij konden uiteindelijk alleen maar kiezen uit twee reuën en die hadden beide niet de allerbeste heupen. En ondanks dat ik nog niet heel veel bewustzijn had op hoe normaal is het eigenlijk om honden te fokken. En had ik wel al het bewustzijn van als we dit gaan doen en we gaan rashonden voortbrengen, dan gaan we geen honden voortbrengen die dan vervolgens ook nog slechte heupen hebben. Maar wij konden, Rufa had de allerbeste heupen, maar die honden waar wij uit konden kiezen, die hadden niet zulke goede heupen. En toen dacht ik, shit, gaan we het dan of niet doen, dat was de optie, of wel doen en kunnen we dan kijken, want waarom worden die heupen eigenlijk slecht? Nou, toen ben ik daar helemaal ingedoken en toen kwam ik op het pad van een vrouw die fokte herdershonden. Nou, en herdershonden hebben ongeveer standaard slechte heupen, behalve die van haar. En zij vertelde mij, honden zijn omnivoren en zonder vitamine C kunnen zij geen goede heupen kweken. En dat was voor mij super logisch, want ook in het menselijk lichaam is vitamine C altijd het startpunt van de aanmaak van nieuw bot, bind en huidweefsel. Vitamine C is altijd het startpunt. Dus het feit dat wij nu heel veel slechte heupen hebben en brieken, kaken, ik denk dat dat dus komt omdat we een chronisch tekort aan vitamine C binnenkrijgen. Afijn, wat deed zij? Zij suppleerde haar herdershonden altijd met vitamine C. En inderdaad, geen enkele herdershond met slechte heupen. Nou, ik dacht, hoe simpel kan het zijn? Dus ik ben destijds als 15-jarige naar de Kruidvat gefietst. Daar heb ik gewoon de allergoedkoopste en de kleinste vitamine C pilletjes gekocht die ik kon krijgen. En al ver voordat Rufa zwanger was en tijdens de gehele zwangerschap heb ik haar die vitamine C pilletjes gegeven. En ondanks
Oh, sorry. En ondanks dat wij dus een reu hadden uit moeten kiezen tussen haakjes. Met slechte reuheupen. Hebben we 2 keer een nestje gehad van 7 pups. Die alle 7 de allerbeste heupen hebben gekregen. Nou, dat kan natuurlijk toeval zijn. Het kan dat ze die goede heupen van Ruva hebben gekregen. Maar het kan ook zijn omdat een hond inderdaad een omnivoor is. En vitamine C eigenlijk iets te weinig in de brokken aanwezig is. Dat door het extra suppleren van die vitamine C het lichaam de kans heeft gekregen om dat bot, bind en huidweefsel allemaal goed aan te leggen. Vandaag ga ik de vraag beantwoorden of ik met een of andere app ook check of ik wel voldoende vitamine, mineralen, koolhydraten, vetten, eiwitten, etc. binnenkrijg. En het antwoord is nee. Op dit moment niet. Maar dat doe ik op dit moment niet omdat ik dat vroeger wel heel erg veel heb gedaan. Met behulp van de app chronometer.com, chronometer.com, heb ik dat in het verleden wel heel veel gedaan. Maar dat heeft me op een gegeven moment zoveel vertrouwen gegeven, dat als ik gewoon een ruime basis uit de top 5 haal, even voor de herhaling fruit, bladgroen, kruiden, kiemen, zeewier, en dat aanvul met overige planten, dus ik eet gewoon mijn groene smoothies, overdag met stukken fruit, veel dadels, vijgen, gedroogde mango. En 's avonds eet ik de win-win salade. Dan krijg ik van alle vitamine, mineralen, krijg ik vaak wel 400-500% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid binnen. Wat ik niet uit voeding haal is vitamine zonlicht, vitamine D. Dus stel je voor, ik kom wel voldoende buiten, maar de zon is niet fel genoeg. Dat is natuurlijk eigenlijk in mijn geval vaker het geval. Dan neem ik van Vegan, van Springfield even uit mijn hoofd, Vegan D3. Wat ik ook suppleer is B12. Heb ik in de boeken wel veel over geschreven. B12 moet je eigenlijk, en vitamine D3 ook, hè, vitamine zonlicht. Het heeft helemaal niets met je dieet te maken, maar met de wereld waar wij nu in leven. B12 is namelijk eigenlijk een soort van bacterie en die zat vroeger in ons drinkwater en op al het groente en fruit wat we aten. Maar omdat we steeds hygiënischer zijn gaan leven, wat natuurlijk heel veel voordelen heeft. Dat heeft alleen als nadeel dat B12 bijna nergens meer op en in zit. Chronometer kun je gewoon op je laptop gebruiken. Je gaat naar chronometer.com en dan maak je een account aan. Je kunt het ook op je telefoon installeren. En het eerste wat ik heb gedaan is dat ik bij profiel ga je naar targets. En bij targets ga je naar macronutrient settings. En daar zet ik in dat ik 10% van mijn calorieën wil ik uit eiwitten halen, 80% van mijn calorieën wil ik uit koolhydraten halen en 10% van mijn calorieën wil ik uit vet halen. Nou, als ik dat heb ingesteld, ga ik naar het hoofdmenu. Hoofdmenu kun je zeggen, voeg een voedingsmiddel toe. En het leuke is, hij onthoudt wat jij het vaakste eet. Nou, je ziet dus hier bij mij, er staat heel veel verse chudranche, kiwi golds, rauwe bananen, avocado met groene schil, avocado met zwarte schil, verse mango's, verse citroenen, blauwe bessen, gekookte zoete aardappel, moerbeien, vijgen, gedroogde mango, rozijnen, medjooldadels, mulberries, walnoten, broccolikiemen, rauwe spinazie, postelijn, pepermunt, acaiberries, gojiberries. Volgens bij je nutrition report kun je kijken hoe je zit. Ik heb nu ingevuld dat ik 4 kleine banaantjes heb gegeten, 3 gouden kiwis en 600 gram orange juice. Dit kleine beetje al invul en ik ga vervolgens naar de trend kijken. Nou, daar zie ik bijvoorbeeld, dat vind ik al super, super leuk, dat ik heb alle vitamine en mineralen heb ik al binnengekregen. Nog niet op 100%, maar alles heb ik al binnengekregen. Dus dit is alweer, dus ik ga nog 1 keer herhalen. 4 kleine bananen, 3 kiwis en 600 gram verse jus. Nou, dat klinkt heel onvolwaardig. En toch heb ik alle vitamine en mineralen, nog niet tot 100%, maar alles heb ik al binnengekregen. En dit is dus ook weer het fantastische bewijs dat zelfs in fruit zitten alle vitamine en alle mineralen. Behalve dus wat ik zo straks heb gezegd, B12 en D3. Daarvan is ieder mens afhankelijk van een andere externe bron dan voeding. Ik heb dus ook alweer heel veel omega-3 binnengekregen. Heel klein beetje omega-6.
En wat ook heel erg leuk is, ik heb alle essentiële aminozuren al binnengekregen. Ook nog niet 100%. Nou, dat is logisch, want ik heb nu ook nog veel te weinig überhaupt calorieën ingevoerd. Maar toch, alle essentiële aminozuren zitten al in een klein beetje sudderange, een paar kiwis en wat banaantjes. Fantastisch, hè? Daar hoef je dus helemaal je niet voor uit te sloven om dat allemaal binnen te krijgen. Nou, met dit kleine beetje wat ik nu heb ingevoerd, zit ik al gigantisch over mijn dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitamine C heen. Nou, dat is natuurlijk top. Dat wil je ook heel graag. Om de simpele reden dat het moderne leven wat wij vandaag de dag hebben, vraagt ook echt enorm veel vitamine C. Je hoeft maar een heel klein beetje vervuilde lucht in te ademen en je lichaam heeft al gigantisch veel vitamine C nodig om dat weer op te lossen. Of je hoeft maar een klein beetje intensief te sporten, een beetje stress te hebben, ruzie te maken, ik noem maar wat gekke dingen, waar je helemaal niet bij stilstaat dat dat ook vitamine en mineralen van je lichaam vergt. Maar dat is dus wel zo. Dus het feit dat je veel meer vitamine C binnenkrijgt met een win-win dieet dan dat je volgens de experts nodig hebt. Ik denk dat je het allemaal heel goed kunt gebruiken vandaag de dag. De win-win salade, goed opletten. Ik begon met kikkererwten. Vervolgens hussel ik daar avocado blokken doorheen. Vervolgens kruid ik dat met pit. Dat is een kruidensoort zonder zout. Koop ik bij de Ecoplaza. Vervolgens heb ik daar salade du pêcheur op overheen gestrooid. Koop ik ook bij de Ecoplaza. Dat zijn vier verschillende zeewieren, gedroogd. En vervolgens doe ik daar heel veel gedroogde daslook overheen. Dus je begint met kikkererwten. Vervolgens avocado. Vervolgens de gedroogde kruiden. Vervolgens de verse kruiden. Gisteren had ik dille en oregano. Vervolgens klein gesneden zomerpostelijn. Dat hussel ik er allemaal doorheen. En als laatste ben ik nu wat vergeten. Ja, ik ben de kiemen vergeten, maar die hadden we ook niet. Dus die zaten er gisteren ook niet door, want die waren allemaal op. En als laatste mango. Hij zegt dat dit bij elkaar 500 calorieën is. En toch zit ik met de meeste vitamine en mineralen al richting de 70%. Dus dat is grappig. En door dit dus een paar keer te doen, heb ik zoveel vertrouwen gegeven van als ik maar genoeg eet en als ik maar lekker veel fruit en bladgroen of lekker veel fruit eet en ik vul dat aan met wat bladgroen, wat verse kruiden, wat kiemen, wat zeewier, af en toe een walnootje of een paranootje en ik eet verder nog waar ik zin in heb, dus heel veel dadels, gedroogde vijgen, ja joh. Dan hoef je daar helemaal niet mee bezig te zijn. Dan krijg je automatisch precies dat wat je nodig hebt, ruimschoots voldoende binnen. En het feit ja, dat ik zoveel energie heb en me zo fit voel, terwijl de rest van Nederland uitgeblust is. Ik zeg het nu lachend, maar het is natuurlijk helemaal niet leuk. Uitgeblust is en vaak ziek. Ja. Doe ik iets goed? En misschien heeft het wel helemaal niets met voeding te maken. Misschien is het wel het feit dat ik altijd heel vroeg op bed ga. Of dat ik zo consistent altijd beweeg. Ja, de intensiteit van bewegen. Dat verschilt natuurlijk altijd een beetje in wat voor fase je zit. Zit er een belangrijke wedstrijd aan te komen? Of ben je in een opbouwende fase? Maar ik heb wel altijd twee momenten in mijn dag waarop ik beweeg. En dus wegga van de computer en lekker naar buiten ga. Maar ja, misschien zit het ook wel in het feit dat ik door heel veel innerlijk werk te doen gewoon een diepe, diepe ontspanning ervaar. Misschien zit het daar wel in. Of misschien is het de kracht van de combinatie. I don't know. Daarom noem ik mijn methode ook de win-win methode. We focussen nooit alleen op eten. We kijken altijd naar jou als mens in het geheel. En we willen gezondheid op alle fronten. Fysiek, mentaal, emotioneel, financieel, spiritueel, relationeel. Ben je beginnend met het eten van plantaardig, ga alles trekken. Zodat je heel goed gevoel krijgt van, oh ja, grappig. Ik hoef me daar dus eigenlijk helemaal niet druk over te maken. Maar door het in het begin wel vaak te trekken, bouw je vertrouwen op. Vind je dit gaaf, deze video's? Wil je dat ik hiermee doorga? Deel het dan volop op je social media. Of stuur de nieuwsbrief door naar iedereen waarvan je denkt, oh, die gaat dit ook gaaf vinden. Je kunt ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren.
super gaaf als je iets doneert. En heel, heel veel dank als je al gedoneerd hebt. Dat zorgt ervoor dat we door kunnen gaan met dit werk. En ons ook steeds kunnen blijven verbeteren en verbeteren. Heb jij nou ook vragen? Laat het me weten. Ik zal proberen alles persoonlijk te antwoorden.